Welkom. Welkom, Mustafa, Aisha, Mohammed. Welkom, Henk en Ingrid. Het platform Stop Racisme en Uitsluiting richt zich tegen iedere vorm van racisme, zoals islamofobie, antisemitisme, homofobie en andere vormen van discriminatie en vreemdelingenhaat. En dat dat actueel is, blijkt wel uit de hoopjesdoek discussie die VVD nu van stal haalt. Liberalen die vrijheden willen verbieden, zijn zij net te gek geworden. Maar het gaat natuurlijk om veel meer dan een hoofddoekjesverbod voor ambtenaren en in het onderwijs. Want wie in Nederland de tv aanzet, kan het woord allochtoon niet horen zonder bijgevoegde woorden als overlast en crimineel. En het woord moslim niet zonder de kreet fundamentalist. En vluchtelingen zijn geen mensen meer, maar profiteurs en gelukzoekers geworden. Dat sociale klimaat zorgt ervoor dat groepen bewoners van Nederland zich onwelkom voelen en uitgesloten voelen. Sommigen worden bang voor wat komen gaat en boven hun hoofd hangt. Wij laten ons niet opzetten tegen bevolkingsgroepen. Wij zullen ook niet toestaan dat anderen dat doen. Wij zijn één samenleving. Daarom, Mustafa, staan wij nu hier op de Dam. En daarom, Aisha, demonstreren wij straks. Als we ons terugtrekken in onze eigen groep en ons erop richten om anderen uit te sluiten, dan brokkelt de samenleving als geheel uiteen. Dat is een destructief scenario. Wat we nu nodig hebben is een sociaal en politiek klimaat dat de waarde van samenwerken en solidariteit opnieuw erkent. Rutte wil Nederland teruggeven aan de Nederlanders. Het is beter Nederland terug te geven aan de beschaving. Want dit kabinet neemt te weinig afstand van de stelling dat de islam een gevaarlijke ideologie is. Een stelling die moslims als gevaarlijk neerzet en de weg voorbereidt tot discriminatie van moslims. Het kabinet voedt de angst voor massa-immigratie en dat er een sharia ingevoerd zou worden. Maar er is helemaal geen massa-immigratie en die gaat er ook niet komen. En de overgrote meerderheid van de moslims in Nederland, vaak hier geboren, die willen helemaal geen sharia. Het is een mythe, het is een angstbeeld dat bepaalde politici goed uitkomt. En die methode van hun is duidelijk. Maatschappelijke problemen worden eerst simpel gemaakt. Vervolgens wijst een bevolkingsgroep als de schuldige aan. De geest laat je uit de fles, maar de verantwoordelijkheid zijn voor de anderen. En bovendien, het gaat om generaliseren. Het zijn de moslims. Het is de islam. Het is de Koran. Individuen bestaan niet meer. Verschillen tussen mensen en tussen opvattingen en interpretaties bestaan niet meer. Daarom, Mohammed, staan wij hier nu. En daartegen protesteren wij straks. In 1960 schoot de politie in Sharpeville in Zuid-Afrika op demonstranten die demonstreerden tegen de apartheid. Die gebeurtenis was de aanleiding tot de instelling van de Internationale Dag tegen het racisme. In Zuid-Afrika heeft het racisme zijn rauwe kant laten zien. Maar racisme kan ook sluipenderwijs worden ingevoerd, bijna onopvallend. Dit kabinet neemt maatregelen die kunnen leiden tot de uitsluiting van inwoners van Nederland. Bijvoorbeeld door het strafbaar stellen van illegaliteit. En eenmaal illegaal is dan voor altijd illegaal. Het kabinet discrimineert personen met een dubbele nationaliteit. Door de Nederlandse nationaliteit van hen af te nemen als zij een bepaald strafbaar feit hebben gepleegd. Of door hun te verbieden een overheidsfunctie uit te oefenen. En in dat gedoog- en regeerakkoord staan nog veel meer maatregelen
die in de praktijk moslims tot tweederangs burgers maken. Het zijn nu de moslims, straks homo's, dan kunstenaars, daarna een andere groep. En om tenslotte uit te komen bij u en ik. Daarom staan wij nu hier op de Dam. En daartegen ingezet protesteren wij straks, vandaag en morgen. Ik dank u.